Er is nog nooit een opera van Vivaldi in Nederland op het toneel gegaan. Dus het is een componist die heeft er wel 50 geschreven. Hij zegt zelf nog meer, maar die zijn daar is nooit iets van teruggevonden. Fantastische muziek, nooit gedaan. En het vraagt terecht om hem op het toneel te doen. En wij dachten, nou, dat moeten we gewoon eens gaan doen. En toen hebben we heel erg gezocht naar welke titel. En toen dachten we op een gegeven moment van, eigenlijk is het heel mooi om een nieuw werk te maken met werk uit al zijn werken. Iets wat hij zelf in zijn tijd ook deed. Dus het is een hommage niet alleen aan de componist, maar ook aan zijn manier van werken.